jonge vrouw is zondagochtend in Nijmegen het slachtoffer geworden van een gewelddadige beroving. Een nog onbekende man mishandelde de vrouw en dwong haar geld bij een pinautomaat op te nemen. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt. Zondagochtend rond 4:15 fietste een jonge vrouw van de frietketen op het Keizer Karelplein in de goede rij richting Sint-Annastraat. Toen ze de Sint-Annastraat opgefietst en ter hoogte van de Van Trieststraat wilde ze oversteken. En daar sprong plotseling een man op haar fiets achterop. En die man die dwong haar om vervolgens een stukje door te rijden, de Van Slichtenhorststraat in te gaan. Dat is linksaf gezien vanaf de Sint-Annastraat, rij richting Malden zeg maar. En daar heeft hij haar een steegje ingeduwd en is die vrouw behoorlijk zwaar mishandeld, bedreigd. Na die bedreiging is de man met de vrouw weer op de fiets gestapt en teruggereden naar de pinautomaat van de Rabobank op het Keizer Karelplein. Daar heeft hij gedwongen geld te pinnen en vervolgens is de man vertrokken. Ja, dat gaat om een lichtgetinte man van tussen de 20 en 30 jaar oud, ongeveer 1,65 tot 1,70 lang. De man had een kaal of bijna kaal hoofd, had een vrij lage stem, sprak met een buitenlands accent. En wat opviel was dat hij het stopwoordje swa vaak aan het einde van zijn zin gebruikte. En verder was de man gekleed in een donkerkleurige trui met capuchon. Nee, het slachtoffer heeft niet verklaard over steek- of vuurwapens. Het gaat om een ernstig misdrijf. Er is vrij veel geweld gebruikt door de dader. Daarom doen we er ook alles aan om de zaak op te lossen en de man zo snel mogelijk van straat te halen. Bij de geldautomaat, toen de vrouw moest pinnen, stonden daar een aantal meisjes, mogelijk met fietsen. Het slachtoffer heeft nog heel even met die meisjes gesproken, in ieder geval wat dingen gezegd. Dat is niet echt opgepikt, maar ook de dader heeft die meisjes begroet. Toen hij daar bezig was met het slachtoffer en die meisjes die daar dus rond 5:30 op het Keizer Karelplein bij die Rabobankautomaat stonden, die willen we heel graag spreken. Politie Gelderland-Zuid is op zoek naar getuigen die iets van de beroving hebben gezien of het signalement van de dader herkennen. Ze worden verzocht om contact op te nemen met 0900 8844 of bel via Misdaad Anoniem op 0800 7000. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen daalt volgend jaar met 4,1%, maar de OZB-aanslag gaat met gemiddeld 2,7% omhoog. Dat blijkt dinsdag uit een inventarisatie van het Vereniging Eigen Huis onder 107 gemeenten. Huizenbezitters zagen de waarde van hun woning de afgelopen 3 jaar verminderen, maar kregen wel te maken met stijgende ontroerende zaakbelasting. Onder de grotere gemeenten betalen mensen in Arnhem het meeste OZB over de WOZ-waarde van hun huis. Ook in het nabijgelegen Nijmegen betalen huizenbezitters relatief veel OZB. Het drank- en drugsgebruik onder jongeren in de regio Nijmegen is de afgelopen 4 jaar gedaald. Dat blijkt uit e-MOVO-onderzoek van de GGD. Ruim 6000 leerlingen in de leeftijd van 13 tot en met 16 jaar, welk is gehouden in het najaar van 2011. Zo'n 7% van deze jongeren gebruikt regelmatig wiet of hash. In 2003 en 2007 was dat nog 11%. Ondanks deze afname komt cannabisgebruik in deze regio meer voor dan in de rest van Oost-Nederland. En de oevers van de nieuwe Nijmeegse stadsbrug de Oversteek worden op 20 april 2013 verbonden door hun boog. Bij slecht weer of bij slecht zicht wordt het werk uitgesteld. De hoofdoverspanning ligt nu nog op een werkplatform aan de Lentse kant. Om de brug te kunnen invaren worden er in de week voorafgaand aan de 20 april pontons onder de brug geplaatst. Met kabels wordt de 6 ton zware overspanning vervolgens naar zijn plek midden op de Waal getrokken. Per 9 december 2012 geldt een nieuwe dienstregeling voor het busvervoer in de regio. Voor de inwoners van Westervoort betekent dat onder andere halvering van het aantal busritten van en naar Arnhem op de drukste tijden van de dag, namelijk de ochtend- en de avondspits. Daar staat dan wel tegenover dat de treinen vanaf 9 december vaker in Westervoort zullen stoppen. De Partij van de Arbeid is van mening dat toename van het aantal stops van de trein in Westervoort niet mag leiden tot halvering van het aantal busritten tijdens de spitsuren. Nee, wij begrijpen dat eigenlijk ook niet, waarom dat tijdens spitsuren gebeurt. We zouden er begrip voor hebben als de bussen minder vaak zouden stoppen of zouden rijden in de middag of de tweede helft van de ochtend, noem maar op. Daar kun je de logica nog van inzien. Maar wat hier de logica achter is, dat weten we niet. Behalve dan misschien de wens om mensen de trein in te jagen. Maar dat lijkt me ook niet zo'n hele goede gedachte, want mensen laten zich niet jagen. Stoppen nu nog elk uur 2 treinen,
Vanaf 9 december vertrekt er elk kwartier één. Arriva, dat de concessie overnam van Centus, tekent daarvoor. Voor inwoners van de wijken in Westervoort die wat verder van het station liggen, is de bus de snelste manier om met het openbaar vervoer voor het werk of voor studie naar Arnhem te reizen. En daar gaat nu flink in gesneden worden. En juist daarvoor waarschuwde de PvdA al bij de komst van het station Westervoort. Dat is een hele onlogische gedachte. De trein, de aanvulling van het station in Westervoort is fantastisch voor mensen die verder reizen. Nijmegen, Utrecht, Zutphen, Zevenaar, Doetinchem niet te vergeten. De andere kant gaan ook treinen op. Daar is het volstrekt logisch voor. Maar voor een heleboel andere gebruikers van het openbaar vervoer niet. En mensen die dus in de stad werken en die tijdens de spits weg willen, die moeten dan in overvolle bussen of in overvolle treinen. Want ook als de treinen 4 keer per uur gaan rijden, zullen ze heel druk zijn. Dus ja, wat de achterliggende gedachte is, wij weten het niet. De PvdA heeft een brief geschreven naar BMW om duidelijkheid te verschaffen. Maar hoeveel zeggenschap heeft BMW over de dienstregeling van Connexxion? We zijn er altijd heel kritisch over geweest. We zijn kritisch geweest over het aantal te verwachten reizigers die gebruik zouden maken van het station. Hoe dat loopt weten we niet. We hopen echt dat het ook gewoon goed loopt. Maar we hebben wel gewaarschuwd. Zeggen we, luister eens, we hebben een hele prima busverbinding met bijna stadsfrequentie, zoals we die in Arnhem kennen. En als we dus de komst van het station... Gebruikt wordt om daar te gaan snijden in de buslijnen. Ja, daar zijn we natuurlijk helemaal niet voor geweest. Dat hebben we gewaarschuwd. En dat was eigenlijk ook iedereen met ons eens. PvdA heeft een brief gestuurd naar het college. In hoeverre kan daar nog wat mee? In hoeverre is de invloed van de gemeente op dit soort beslissingen? Nou ja, op het moment dat de gemeente met een grote zak geld naar brengtoestand stapt, dan zal er heel veel mogelijk zijn. Maar ja, de gemeente heeft geen geld, dus die optie die is niet aanwezig. Ook de andere fracties zijn verbaasd, maar ook verdeeld over de beperking van de busdiensten tussen Arnhem en Nijmegen. Stelt de PvdA dat de bestaande busregeling gewoon moet blijven? D66-fractieleider Monique Abbink pleit voor terugkeer van de oude bestaande regeling als de nieuwe situatie blijkt tegen te vallen. En het CDA kan juist weer wel leven met het nieuwe regime. Als er meer treinen stoppen, heeft dat gevolgen voor het aantal bussen. Logisch, zo denkt CDA-voorman Peter Pennekamp. Hoe de nieuwe dienstregeling in de praktijk gaat uitvallen, nou, dat is nog even afwachten. Woningcorporatie Portaal wil dat in 2020 geen enkele huurder meer een energierekening hoeft te betalen. Dat doel geldt zowel voor woningen die nog moeten worden gebouwd als ook de bestaande huurhuizen. De bedoeling is om meer duurzame energiebronnen te gaan gebruiken. Allerlei alternatieven worden nu afgewogen, zoals energie uit wind, water en zonlicht. Via het project Nia Nesto moeten al volgend jaar de eerste huizen zonder energierekening zijn gerealiseerd. En dan nog de 21-jarige ambtenaar die dinsdag een werkstraf van 50 uur hoorde eisen, waarvan 30 uur voorwaardelijk, omdat hij met carnaval in Huissen drugs bij zich had. De man had cocaïne, speed en GHB bij zich tijdens zijn aanhouding. De jongen staat bekend als de wortelkookdealer. Hij was namelijk verkleed als wortel. Daardoor kon de politie hem zonder veel problemen vinden toen ze iemand die wat cocaïne gebruikte vroegen van wie hij dat spul had gekregen. De politierechter liet meewegen dat de jonge ambtenaar niet eerder met justitie in aanraking is geweest, bijna klaar is met zijn studie en zijn leven verder netjes op de rit heeft. Arnhem staat al jaren bekend als stad van mode en design. Arnhem huisvest de meest bekende modeacademie van Nederland. En ook de Arnhemse ondernemers dragen graag hun steentje bij aan Arnhem Modestad, door in hun winkels en met het assortiment rekening te houden met het imago. Ook de Dutch Design Market hoopt het Arnhemse imago naar een hoger niveau te tillen. In Hartje Centrum, in één van de meest bekende winkelstraten van Arnhem, de Koningsstraat, creëren de organisatoren meerdere malen per maand een unieke overdekte markt. Ja, waarom een Dutch Design Market? Arnhem is natuurlijk bekend om zijn modeacademie en door veel jonge ontwerpers die hier beginnen met hun label. Arnhem staat bekend als modestad en eigenlijk door ervaringen met mensen die hier winkelen, die zeiden van ja, we vinden het zo leuk om naar die kleine winkeltjes in Arnhem te gaan en nieuwe dingetjes te ontdekken, dachten we van ja, waarom gaan we nu niet beginnende, maar ook gevestigde ontwerpers de mogelijkheid geven om 1 tot 2 keer in de maand hun producten te tonen aan het publiek.
publiek op een hele laagdrempelige manier, zonder al te veel kosten, toegang krijgen tot winkelend publiek in Arnhem. We staan hier in een overdekte ruimte die nog niet heel erg interessant oogt. Dat gaat binnen nu een anderhalve week veranderen. We zitten in het centrum van Arnhem, de Koningsstraat. Met winkels zoals onder andere By Maeve, maar ook de Douwe Egbert Shop zit er. Dudok zit aan het einde van de straat, de bibliotheek zit er. Dus een enorm drukke winkelstraat in Arnhem. Ja, en wat is er nou beter dan zo'n toplocatie in het centrum, waar je toegang krijgt tot enorm grote aantallen winkelende mensen? Een plek waar jonge ontwerpers hand in hand met de gevestigde garde hun creaties kunnen tonen en verkopen. De plek waar je als consument dat unieke kledingstuk of dat once-in-a-lifetime kunstobject kunt vinden. Een markt waarin je ongeacht de weersomstandigheden rustig kunt genieten van vernieuwende en trendzettende producten en ja, gratis toegang. Zal op den duur hopen we natuurlijk ook dat bepaalde ontwerpers zulke goede ervaringen hebben dat ze terug willen blijven komen. Maar we willen ook zorgen voor maandelijks nieuwe exposanten. Je kan een kraam bij ons huren voor één keer. Bevalt het, kan je daarna nog een keer huren. Bevalt het niet, dan niet. Maar zo proberen we een beetje doorstroom te krijgen met de exposanten. En eigenlijk iedere maand voor iedereen wat nieuws. Het is voor voor iedereen toegankelijk. Jonge ontwerpers kunnen hier met hele dure creaties staan. Maar ook mensen die eigenlijk in hun vrije tijd of als bijbaantje erbij leuke dingen ontwerpen, kunnen hier komen, kunnen hier een stand huren. Wij hanteren als enig criteria dat het wel gericht moet zijn op mode, design of kunst. Dus er moet wel een bepaalde professionele uitstraling aan vastzitten. Maar wij leggen geen criteria op voor wat betreft prijs of iets dergelijks. Dus je kan hier kledingstukken van €25 tot €150-200 komen verkopen. Kunst van 25 tot veel meer is ook geen probleem. Voor ieder wat wils eigenlijk. Wij hebben een Facebookpagina en een internetpagina, DutchDesignMarket.nl. Daar staat ook de agenda op wanneer hier de markets georganiseerd worden. De eerste is volgend weekend, 1 en 2 december. Van 10 uur 's ochtends tot 5 uur op de zaterdag en van 12 uur 's ochtends tot 5 uur op de zondag. En de tweede staat georganiseerd voor het weekend voor kerst, 22 en 23 december. En bij succes, en daar gaan we wel vanuit, gaan we in januari, februari enzovoort nieuwe markets organiseren. Dus eigenlijk iedere maand één.